Het is maandag 5 februari. Leuk dat je kijkt naar de Oosttribune met Jan van Staag. Goeiedag, Jan. En Gert-Jan Karsten. Goedemiddag. De vervanger van Tijmend. Wat een verademing ook. Ja, moet ik nou ook zeggen dat hij een wijsneus is? Want dat doet hij altijd. Ja, 2 weken geleden had hij mij weer op de korrel, want ik had iets lelijks gezegd over Staphorst. Maar die wordt steeds brutaler. Hè? Die denkt dat iedereen maar kan beledigen. Kijk, daar is Tijmen. Hij heeft gesolliciteerd als directeur van Landschap Overijssel. Hij heeft 10 dagen met... bij Oost hebben we wat chefjes en die moeten dan 1 keer per jaar 10 dag. En zit er hier op de redactie eentje te knippen, te plakken. Ja, hij heeft heidagen, dus hij is op zoek naar de juiste hei. Nou. Dus daar is Tijmen van Wissing. Ik vind het wel slecht, Jan, dat onze eigen Tijmen, altijd de man van de werkvloer, zich hiervoor laat lenen en niet terugkomt voor een paar uur. Ik denk, als ze gezegd hadden, je mag eerder weg, dat hij er op tijd had geweest. Maar ik weet niet hoe streng ze zijn in de top van het geweldige bedrijf. Hè? Nee, dat weet ik niet. Goed, hij heeft een man met een mening, dus je hebt... Ja. Wat is het belangrijker? TV maken of... Dan moet je tegenwoordig mee uitkijken, want dan is het grensoverschrijdend. Hè? Oh, wat? Ja, krijgen we als je een eigen mening hebt. Oh, ja, nee, dat is zo. Maar als ik daar had gezeten, ik was teruggekomen. Zo is het. Maar goed. Maar jij bent geen chef. Nee, dat word ik ook nooit. Nee. Ik gooi altijd mijn eigen glazen. Maar ik heb ook die ambitie niet, trouwens. Of directeur, dat wel. Dat je gewoon de baas bent, dat lijkt me wel heel erg leuk. Maar gewoon chefje van... Misschien moet je een keer wat Veenstra gedaan met Kink FM. Die begon gewoon zijn eigen radioprogramma of zender weer. Nou ja, en die zitten nu zelfs weer in de FM. Dus het kan wel. Je kunt zo je eigen station oprichten, Ben. Ja, nee. Laten we niet doen. Nee, joh. Je moet dingen doen die je leuk vindt. En die je niet te veel kopzorgen. Ja, radio vind jij leuk, toch? Ja. Dit vind ik ook leuk om te doen. Maar leiding geven, dat bezorgt je zoveel kopzorgen. Heb jij toch ook als trainer van IJsselmeerwogels? Als je zoals wij zaterdag compleet bent weggespeeld, dan heb je heel veel zorgen. Ja. Maar dat hoort erbij. Ja. Je kunt niet altijd voor je verantwoordelijkheid weglopen. Het is een lastig vak, maar ook een mooi vak daardoor. Hè? Ja, jouw nieuws van het afgelopen weekend? Nou ja... Overijssel's clubs een beetje afgestruind. En dan, ik vind het toch leuk als je als Twente zijn de Bodo terughaalt. Dat hij dan gelijk scoort. Want dat is vaak zo'n dingetje als je een spits haalt dat hij niet scoort. Nou, hij scoort gelijk. Ik vond hem dramatisch voetballen. Maar het is wel lekker dat hij een goal maakt. En ik denk dat het op lange termijn gewoon een mooie aankoop is. En mooi voor Nederlands voetbal dat zo'n jongen weer terugkeert. Ja, ik ken hem nog van Jong AZ. Moest ik met Hardenberg tegen ooit. Toen was hij goed ook. Ja, maar toen was dat hele Jong AZ was goed. Want als je de namen opdreunt, Koopmeiners, Olij op de goal, Boadou, Stenks, Helmer. Dat was de beste, vond ik altijd. Daar ging het om, op het middenveld. Maar waar is die gebleven? Wie? Helmer. Nou, dat zal je verbazen, Bert. Ja. Die staat vanavond bij mij op het trainingsveld. Ja, nou, dat vind ik echt een goede voetballer. Maar die is heel lang geblesseerd geweest. En die had veel meer zijn. Die doet bij ons die zit niet in de selectie, maar die doet een individueel programma. Ja. Maar die heeft ook... mentaal het ook lastig gehad in het betaalde voetbal, heb ik me laten vertellen, toch? Ja, maar vooral een hele zware blessure gehad, dat is een scheenbeen. Maar ik vond echt een geweldige voetballer. Dat hele team was toen fantastisch. Ja, heel goede lichting. Hebben we vaak naar gekeken, Jan? Ja, tuurlijk. Nee, maar dit zijn de toptalenten. En als je ziet, net wat je zegt, als je ziet waar ze terecht zijn gekomen, toch een heerlijke lichting, man. Ja, absoluut. Klasse. Jan, wat is jou opgevallen? Nou ja, je kan die momenten eruit halen. Nee, ik heb gekozen voor alle 4 de keepers van het Overijsselse Eredivisiegezelschap. Die Brouwer. Ja, hoeveel doelpogingen waren er? We komen straks op terug. 26, dacht ik. 26, hè? Binnen de, kijk, het duiken, het tegenhouden. En dan blijf je in de wedstrijd. Kun je de thuiswedstrijd nog herinneren tegen NEC, Jan? Daar waren we alle 3 toevallig. Ja. Ik bij Riewald en jullie boven. Ja. Toen greep je ook alles, hè? Onvoorstelbaar. Nou, we hebben Oenestal gezien. En we zien dan ook weer die De Lange. Ja. Nou, die pakte 1 bal, Jan. Van de lijn, hè? Ja, deze. Kijk, deze. Ja, dit is een fantastische redding, dit. Hop. En dan zit je naar de stand te kijken, want dat zijn cruciale momenten. Ja, die zijn heerlijk, man, om naar te kijken. Er is ook eentje van Schendelaar. Schendelaar was ook in topvorm. Kijk, hop. Hop, deze een beetje Oenestal-stijl, dit. Nee. Ook een beetje mazzel. Beetje geluk. Beetje nodig. En als hij dat ene moment nog weghaalt, dan vragen we straks bij die podcast van, kan hij dan nog een stapje hoger, subtop? Nou, hij had weer zo'n moment dat hij zo die bal weggeeft. Onnodig. En dan haalt hij hem er weer uit. En hij zei zelf na afloop ook wel heel mooi van, vandaag had ik zo'n wedstrijd, ik pak alles. Maar het gaat erom dat ik volgende week ook weer alles pak. Nou, dat vond ik wel een mooie opmerking. Ja, nee, maar hij is leergierig, maar alle keepers waren in grootse vorm. Heerlijk. We gaan beginnen. We beginnen bij Twente. Twente had het lastig tegen RKC Waalwijk, met name in de eerste helft. Het won uiteindelijk wel verdiend met 3-0. Jan, ja.
Nee, maar de speelwijze van de RKC, dat was verzorgd. Die hadden achterin durfden ze 1-1 te spelen. Schoven het centrum door naar Stijn. Dan wordt de opbouw wat lastiger allemaal. Ja, dat was gewoon een hele, hele gelijkwaardige wedstrijd in die beginfase. En daar komt Twente natuurlijk voor. Wel een goed teruggelegd van die flap. En dan is Van Wolleswinkel weer mes scherp altijd, hè, want hij heeft een neusje voor het doel. Maar dat soort momenten, ja, dat is het verschil. Ze hadden ook bewust gekozen om de eerste kant, speelden ze naar de vak P toe. Vak P, dat doen ook maar weinig ploegen. Die winnen waarschijnlijk de tos dan. Dat scheelt ook altijd een beetje, want de tweede helft speelt Twente natuurlijk liever die kant op. Maar toen kwam die Boadu de 5 minuten van. Ja, heerlijk om naar te kijken. Nee, maar de hele ploeg. En daarna kan het ook zo 5-6-0 worden, hè. Want toen was bij RKC geknakt en dat weet ik zelf als speler, dan lopen er een paar niet meer. Maar het was gewoon moeizaam. Ze speelden niet hun beste wedstrijd, maar ja, de nummer 3, dan zie je het verschil wat die op de bank hebben zitten, man. Nee, maar het was een geweldige atmosfeer. Deze speler maakt het verschil, deze wedstrijd. Ja, de komende weken moet je blijken of die nog beter gaat worden. Maar wat vond je van de invallers? Want die vond ik ook goed. Ik vond Unavar goed, ik vond Taha goed. Ja. Nee, maar dan zeg ik al, die bank die ze hebben, er staan er een paar te kloppen op die deur. Dus de concurrentie is groter geworden. Maar ik denk ook met name de trainingsintensiteit. Maar de kwaliteit van je trainingen gaat daardoor omhoog. Je moet wel mee. Dat is het. Dat is het. Dus ze hebben gewoon 2 helftallen. Gert-Jan, jij zei zojuist van, nou, Boadu viel niet goed in. Hij zit nog op 70-80% van zijn kunnen. Nou, viel niet goed in. Nee, ik denk dat hij beter kan dan wat hij laat zien. Maar ja, ja, die jongen is er net amper getraind, denk ik. Een paar keer. Misschien 1 keer. Hey, ja. Dat is ook zo. Donderdag geregeld, vrijdag trainen, ja, en al spelen. Ja, wat moet je ervan verwachten? Tijdje dus ik denk gespeeld. Dat hij veel beter kan en wordt dan dat hij nu liet zien. Alleen, het is altijd lekker als je een spits haalt, dat hij gelijk een goal maakt. Want als dat 3-4 weken duurt, nou, dan weet je zelf wel, dan beginnen jullie ook als media over. Ja, het loopt niet en het lukt niet en heeft de vorm niet en het is een miskoop. En nu is er gewoon al een goal gemaakt. Ja, dan zit je er al gelijk lekker in. Heeft hij gelijk thuis aan het publiek heeft hij de voorstelling gehad. Hoop enthousiasme. Nou, ze staan derde, ze doen het hartstikke goed. Dus dat kan eigenlijk alleen maar mooier worden voor hun. En ik denk dat deze jongen eigenlijk tegen de topploegen straks nog beter uit de voeten kan. Want dan is de ruimte meer dan tegen die kleine ploegen die heel erg terugzakken. We gaan even naar de man van de wedstrijd. Droomdebuut, alles eromheen, ook fans hebben me warm welkom gegeven. Het team was fantastisch. En uiteindelijk moet je dan ook teruggeven. En ik heb dat proberen te doen en ik denk dat het vandaag aardig is gelukt. Je had er ook 3 kunnen maken met een beetje geluk. Dat is die 70-80% waar ik het over heb. Ik moet 100% zijn, dan schiet ik ze alle 3 binnen. Maar dat komt snel. Ik zag een algemeen directeur en Arnold Brug. Ik zag ik heel erg lachen op de tribune toen jij meteen die goal maakte. Ja. Die hebben er wel heel veel energie in gestoken, hè, de afgelopen week. Ja, ik denk dat voor hun ook gewoon een opluchting was. Dat ik ben gekomen en dat ik nu gewoon een goal heb gemaakt. Maar uiteindelijk hoop ik nog niet klaar te zijn. En hoop ik gewoon door te gaan met goals maken. Ja, net wat Gert-Jan zegt. Dat is wel lekker dat hij meteen scoort, hè? Die fase die zit trouwens niet op keeper in zo'n moment. Zou die bang zijn? Nee, maar serieus, na die botsing met Brobbie? Nou, dat zou mee kunnen spelen. Want zoals hij daar, die bal moet hij hebben. Ja. Nou, je moet hem. Kijk, dat blokkeren. Kijk, het gaat nu. Hij krijgt hem een beetje gelukkig mee. Maar weet je wat ik het gevoel had? Dat had jij misschien ook wel. We hadden toen met Ruiz ook bij Twente. Dan had je het gevoel, als hij warm ging lopen, dan gebeurde er wat. En nu zat iedereen. Het stadion explodeerde. Ja, maar bij dat in de fase toen Twente het lastig had. Ja. Hij ging warm lopen en toen begon het al. En daar schrok de trainer ook van, hè? Ja, nee, dat is mooi. Nee, maar je hoopt dan dat hij dat door gaat trekken. Want ook tegenstanders kijken hiernaar. Die denken, nou, er komt wat in zo, hè? Nou, dat maakt het leuk om naar te kijken. Maar dit was een jongensboek. Dit is een droomman als je zo in mag vallen. Ja, en het geeft ook de positie van Twente aan. Dat je inmiddels zover bent. Hè, dit soort jongens gewoon uit het buitenland weer terughaalt. Want dat was natuurlijk een aantal jaren geleden onmogelijk geweest. We gaan even naar de trainer Jozef Oosting. Want ja, die vond de reactie van het publiek wel ontzettend leuk. Toen het publiek de naam van Boadu ging scanderen tijdens het warmlopen. En toen kon de trainer eigenlijk niet terug. Toen moest hij ook Boadu brengen. Hè? Op een gegeven moment voel je in het stadion dat ze dus toch, als je het hebt over Myron Boadu, dat ze die wel zien spelen. Dat is gewoon zo. En ook al ben je trainer. En dan krijg je daar een gevoel bij. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Want uiteindelijk dan zie je toch dat ze daar omschreeuwen en vervolgens breng je hem. En ja, dan is het natuurlijk voor zo'n jongen is het goud waard dat je binnen een minuut dat hij scoort. En, ja, het is wel wat ik al zei. Nogmaals, hij zegt zelf dat hij op 80% is. Maar ja, hij heeft wel een wapen. Hè. Hij is sterk en snel en dat is prettig. Jij gelunde het ook als trainer. Ja, nee, weet je. Dit is toch mooi. Ik heb je de laatste week ook een paar keer anders gezien, hè? Ja. En volgens mij heb ik al gezegd, ik ben ook een mens. Hè. En op het moment dat gelukkig maar. Als er heel veel mensen ziek zijn of wat dan ook. En je wilt iets en je kunt iets niet. Dat is best lastig. En
Ja, dan ben ik wat dat betreft wel een open boek, want dan kan ik niet verschuilen. En zoals vandaag kan ik wel, genieten van na rust, het publiek, de manier van voetballen, kansen bij elkaar spelen en 3-0 winnen is, vind ik wel prettig. Jozef Oosting, je hebt hem ooit opgevolgd bij HSC. Dat hij daar niet geslaagd is, joh, daar snap ik echt helemaal niks van. Ja, maar als je niet wint, dan op een gegeven moment dan is dat zo. Ja. Hè? Maar hoe die uiteindelijk is, was hij, ja, dat klinkt gek, maar hij lag toen ook heel goed in de club, ja, en zo. Nee, dus dat was allemaal, het ging puur om de cijfers. En als het op een gegeven moment, ik zit nu bij Smils, ik heb zaterdag verloren, als dat nog 3 weken duurt, wat denk je dan, Bert? Dan kan ik elke week bij jou komen zitten. Nacht vlieg ik er ook weer uit, want zo simpel is het. Voetbaltrainers, we hebben het net even over Heracles gehad, er is ook weer een trainer gesneuveld, AZ. Die trainer was zogenaamd ook niet goed genoeg. Nu hebben ze weer 3 wedstrijden 1 punt. Zou het dan misschien niet aan de trainer gelegen hebben bij AZ? Ja, zeg het allemaal maar. Heracles was ook een drama. Hij doet het nu gewoon heel goed. En ik vind, wat ik mooi vind van hem, is dat hij eigenlijk nog steeds zo communiceert en zo voor de camera staat. Dat hij toen ook deed. Gewoon zichzelf. En dat is altijd leuk als mensen. En dat is soms ook wel eens lastig, want ik flap er ook nog wel eens iets uit wat niet handig is. Maar ik hou over het algemeen wel van mensen waarvan ik het gevoel heb dat ze echt zijn. Ja, authentiek. Ja. Dat heb je bij Oosting toch helemaal. Ja, maar kijk, je komt van RKC, je gaat naar een grote club als Twente, als trainer, met het materiaal waarmee je nu mag werken, met die entourage, dat stadion, dat dan, en je wint ook nog, ja, dan is het een geweldige baan. Ook ja, hoe al die spelers van RKC die langs lopen, ja, die... Het is een mens die goed in de groep ligt, en die spelers van RKC, we waren er nu bij, hè, maar dan zie je ze ook, iedereen heeft toch een bepaald gevoel bij hem, omdat het gewoon een eerlijke roos is. Nou, dat maakt het mooi. Ja, en die gunnen deze stap ook wel met die trainer. Nou, heerlijk om naar te kijken. Ja. En was je blij met de 1-1 van Ajax tegen PSV? Ja, natuurlijk. Als je kijkt naar de ranglijst en je staat nu weer 6 punten voor, nou, dan is het hartstikke lekker om te kijken naar die andere wedstrijden. Maar je moet zelf winnen. En je kende het programma al, dus op voorhand was je er gewoon met Feyenoord nu de grote winnaar van dit weekend. Maar het is toch leuk dat wij in Overijssel de ploegen goed zien voetballen. Dan denk ik toch nog even terug aan vorige week, die eerste helft. Schiet je daar eerst voor een leeg doel die bal naast. En daarna schiet je in buitenspelpositie. Voor hetzelfde sta je daar gewoon 2-0 voor in die Kuip. Hè? Ja. Want ik blijf erbij. Dan heb ik volgens mij van de zomer al een keer geroepen. Of aan het begin van het seizoen. Die tweede plek, dat kan dit jaar. Ja. Nou ja, je ziet dat Feyenoord best veel steek heeft laten vallen. En dan is het toch zonde dat ze de vorige week eigenlijk niet waren. Als je Twente heet. Ja, oké. Okay. Daar zijn van die momenten. Zoals dit weekend spelen ze ook tegen Excelsior. Vind ik ook weer een lastige wedstrijd voor Twente. Ja, dan blijft het of ook. Of ze winnen heel makkelijk of ze hebben het daar ontzettend lastig. Ja, maar als de eerste drie gaan naar de Champions League. Ja, als Twente wat wil, dan moet het nu toch gebeuren. Zo is dit jaar. Nee, maar goed, daar praat ook iedereen wel over. Het kan nu ook, want ja, Feyenoord heeft Twente ook eigenlijk geholpen door de zege op AZ. Nou, en PSV, Ajax eindigde gelijk, dus wat dat betreft... Ja, geweldig weekend. Maar dat moet je ook komend weekend winnen bij Excelsior. Ja, dat moet je niet verspelen als je weer naar Excelsior gaat. Want daar gaat het om. Je moet die lijn dan doortrekken. Nou, dat hoef je toch niet te zeggen tegen zo'n elftal. Daar gaat Twente toch gewoon winnen. Ja, normaal wel. Tuurlijk. We gaan naar Go Ahead Eagles. Die wisten te winnen bij Vitesse 2-0. Hebben die heel erg professioneel gespeeld, Jan? Nou, ik erger me alleen al aan het veld bij Vitesse. Daar begint het al mee. Dat ik denk van Go Ahead, voetballend elftal. Ja, maar Vitesse heeft zo'n goed veld omdat het eruit kan. Ja, en dan weer erin. En dan weer dak dicht. Ze hebben ook een eigenaar van het stadion die helemaal niks met voetbal heeft. Dus dan krijg je dit soort velden. Dit is toch een aanfluiting. Maar Go Ahead heeft het gewoon. Kijk, er zijn van die momenten dat je het moeilijk hebt. En dan moeten die keepers je er doorheen slepen. Het mooiste moment vond ik de 63e minuut. Je zal weer denken, ja, daar komt hij aan. Die Nauber die bal wegkopt. Dan komt een schot en dan kopt hij zomaar die bal weg. En dan ligt hij de lange er nog achter. Maar het manier van verdedigen, ten koste van alles tegenhouden. En dat vind ik dan mooi in zo'n moment. Maar Go Ahead heeft gewoon meer kwaliteiten. Maar het blijft een lastige uiterstrijd bij de Vitesse. Want ja, de eerste helft kwamen ze ook wel 1-2 keer goed weg natuurlijk. Daarom zeg ik ook. Vitesse heeft kansen gehad. Ja, die hebben kansen gehad. Tuurlijk. Maar toch professioneel over de streep getrokken. Ja, zeer professioneel. Want als je zo'n doodschop uitdeelt om een counter uit te halen bij de cornervlag, dan... Daar wou ik ook naartoe, want dat was het meest onprofessionele... Ik vond het bedroevend en ik vind 2 wedstrijden schorsing veel te weinig. Ja, hij vond het zelf na afloop, want ik sprak net met Nico Wansja, die had hem nog gesproken. Nou, laten we daar maar naartoe gaan. Die vond het eigenlijk geen rood, Willemsen. Luister maar. I think everyone knows I'm not an aggressive player. And I was just trying to... to stop the attack, and I thought I would get a yellow card. It was really soft. I tackled him from behind, but it's not like I have any intention to hurt him. I trip him. There's no
bad intention behind it and no danger from the tackles. So for me it was really soft. Hij heeft twee wedstrijden gekregen. Volgens mij werd hij aangezet door Arakanje, want die probeerde eerst die speler pootje te lichten. Maar hij is na de wedstrijd, hij heeft de emotie. En nou ja, het werd ook nog met z'n tienen 2-0. En dan zit je naar te kijken. Dat was wel grappig, want toen liep hij net naar binnen. Toen kreeg hij nog een schouderklopje van Jan Willem. Ja, maar hij gaat voor de camera natuurlijk zeggen, ja, een beetje afzwakken. Misschien valt die straf dan mee. Maar het is gewoon donkerrood, klaar. En dat hoort niet bij zo'n speler. Het veld waar het was, het moment. Maar is dat in the heat of the moment even niet denken? Want wij spraken elkaar, ja. Elke zondagavond spreken we elkaar even. Dan zeg je van ja, dat is zo'n domme rode kaart. In je achterhoofd moet je met die wedstrijd van komende zondag enige natuurlijk ook bezig zijn. Hij vond het niet zo'n zware overtreding. Maar als die jonge pech heeft, is zijn knie eraf. Hè? Nou ja, het is gewoon een maar hij heeft het anders beleefd, denk ik. Ja, precies. Ja, dus dat valt op daarin. Ja. Dat hij echt zelf een hele andere emotie bij het moment had. Ja. Nee, maar het past niet. Normaal gesproken bij deze speler past dat niet. Omdat het een technisch vaardige speler maakt, weinig overtredingen. Alleen, het is vlak voor tijd. De plek op het veld. Er staan nog 10 verdedigers achter. Hij hoeft helemaal geen overtreding te maken daar. Maar hij wilde een beetje balbezit spelen in het hoekje. Dat gaat dan fout. En dan wil hij dit goed maken. Maar het is gewoon dom. Het is natuurlijk wel doodzonde voor de Eagles. Want die spelen zondag best een hele aardige wedstrijd. En dan, want het is toch een nuttige voetballer, hè? Het is hun beste speler en dan missen ze Rommers normaal ook al. Ja, wie moet dan zorgen voor de creativiteit? Nou, misschien gaat hij Adekanje op 10 spelen. Achter de spitsen aan, want voorin hebben ze op de flanken nog wel wat keuzes. Daar kijk je dan een beetje naar. Maar het is doodzonde dat bij welke ploeg dan ook als je beste spelers je moet missen. Go ahead, maar het gaat ook om... Kijk, ik hoop voor Polen viel ook geblesseerd uit, maar ik hoop dat hij er ook bij is. Die horen op het veld. Ik hoorde Bram naar de wedstrijd eventjes, maar... Je had het al gezien? Ik had het idee, na de wedstrijd zoomde ze even in en dan stond hij met zijn ouders en met Sjoerd, zijn broertje en met een oud spelertje van mij, Bert Stoffer, stond hij nog even te kletsen. En hij stond me net iets te vrolijk. Oh, dan is mooi. Dus ik heb het idee dat hij op tijd is gestopt. Ja, en gewonnen, hè? Dus... Tuurlijk. Ja. Ja, we gaan eerst even naar René Haken, de coach van Go Ahead. Het spel was niet altijd goed, maar hij is wel blij natuurlijk met de 3 punten. Het belangrijkste is, om daar maar mee te beginnen en ook om mee te eindigen, het belangrijkste is dat we met 2-0 gewonnen hebben. Dat we geen goal tegen hebben gekregen, dat we gewoon een goede overwinning halen. En deels ook wel denk ik een terechte overwinning als je zeker de eerste helft, de eerste fase van de eerste helft ziet. Dat we eigenlijk al 2-0 voor kunnen komen. Kopbal van Victor en ook de kans van Willem, die eigenlijk om zeep wordt geholpen door het veld. Om maar zo te zeggen, daarnaast Vitesse twee kansen, kopkans van Meerdink, die we zelf in de hand werken door slechte opbouw. En nog een schottende korthoek die Jeffrey goed pakt. Maar ik vind in de tweede helft dat wij veel te weinig initiatief hebben getoond. Zowel in druk zetten. Ik vond dat we gewoon niet goed deden als team. Waardoor we ook toch verder terug moesten als mij lief was. En daardoor ook minder aan de bal waren. En uiteindelijk ons bijna moesten beperken tot alleen maar uitvallen. Nou, en als we daaraan toe kwamen, hebben we dat 2 keer goed gedaan, denk ik. Met als gevolg de laatste, de 0-2. Ja, hoe komt dat? Heeft dat te maken met de tegenstander die een tandje erbij gaat doen, dat je de grip op de wedstrijd kwijtraakt? Ja, maar goed, die staan onderaan, die moeten wel, die komen dan achter, die gaan wat doen. Maar weet je wat het verschil? Ik heb straks die keepers aangehaald, maar die Room bij Vitesse in het doel, dat soort fouten, hè, want het is natuurlijk een prima goal, hè, maar die is rap, die komt naar binnen sprinten achter de verdedigers en dan komt die Room eruit en dan denk ik, en dat bedoelde ik, als je een keeper hebt waar je op kan leunen, die dit soort fouten niet maakt. Nou, en dat zie je nu ook weer, een geweldig doelpunt, want het is natuurlijk wel een slimme bal achter die verdediger, maar die rechte vleugelverdediger, die staat 2 keer te snurken, nog een keer. Ja, dan komen ze zomaar naar binnen sprinten. Maar al met al denk ik dat Go Ahead voetballend gewoon meer in zijn mars heeft. En spelopvatting, druk naar voren, maar op dit veld ook. Ik erger me ook dat ze steeds die keepers in gaan spelen op zo'n veld. Want je brengt onnodig in de problemen. Nou, Vitesse is al helemaal geen voetballend elftal. Opportunisme. Maar ja, in deze vorm gaat Vitesse geen veel punten meer halen. Maar Go Ahead, leuk om naar te kijken altijd. Ja, Go Ahead doet dit jaar natuurlijk heel erg goed. Hè? Tuurlijk, man. Die gaan gewoon naar de play-offs als ze normaal blijven doen. Ja, mooi toch? Ja. Dus voor Go Ahead heel mooi, denk maar ik. Maar ja, allebei de ploegen. Zo gaan we naar PEC Zwolle. Maar wie is eigenlijk de favoriet komende zondag? Go Ahead Eagles. Ja, Go Ahead. Ja, thuis. Ja, thuisvoordeel. Thuispubliek. Die wordt helemaal gek volgende week. Ja. En er was nog een incidentje met een kroeg al afgelopen weekend. Ja. De Zwolle supporters, dus ze worden nog gekker, denk ik. Nee, Go Ahead gaat met het publiek erachter, is die de favoriet. Maar daar kan Zwolle nog wel eens leuk onderuit voetballen. Want die hebben wel eens vaker in Deventer gewonnen. Dus dat wordt echt een mooi potje. Jij, Jan? Vooruitblikkend? Ja, nee, maar wat ik jammer vind, is dat het uitvak niet vol zit. Of niemand zit.
Dat in zo'n stadion, dan hoop je altijd dat extra sfeertje te kweken in een derby. Nee, maar dat moet zijn. Kijk, ik begrijp best wel dat iedereen 400 kaarten, geloof ik, ze krijgen er 200. Daar gaan we ook niet. Maar jongens, godzimijne, dit zijn toch de krenten in de pap als voetballiefhebber. Wij kijken dan, jij zal er ook naar uitkijken, toch? Ja. En dan moet het vol zitten. Jan, ik ben ook wel eens naar Go Ahead Ajax geweest. Als kereltje van 5, 6 jaar oud. En dan zat ik aan de overkant op de IJsseltribune. En dan kwamen ze over de Vetkampstraat aanlopen nog in die tijd. Vanaf het station, dat weet je, met paardenwagen, begeleiding. Maar dan moest je als klein hondje naar de wedstrijd. Dat was geloof ik, Ajax won dat toen de tijd met 0-5, 0-6. En dan moest je ook bukken voor de stenen die over je heen vlogen tussen de supporters. Is weinig veranderd. En ja, weet je, ik snap vanuit veiligheid en dingen. We kunnen er heel moeilijk over doen, maar dit is natuurlijk wel alles een paar keer vaker. Ik weet nog, vroeger had je bij het Zwolle Stadion zo'n Opel garage. Die was ook wel eens een keer vergeten om zijn auto's binnen te zetten, zeg maar. Ja, nee, maar dat hoort. Die excessen. Die excessen moeten niet. Nee, ik snap wat je zegt. Ja. Maar ik denk dat we wel eerlijk moeten zijn. Dat het tegenwoordig is het wel. Hè, aan het begin van seizoen hebben we zelfs een keer een hele uitzending over supporters zitten praten. Dat, tegenwoordig is het natuurlijk wel anders voor een burgemeester, voor een club, om dat allemaal maar goed te organiseren. Maar ja, in jouw tijd was Go Ahead PEC gewoon een wedstrijd. Wel iets beladen, maar niet. Nee, maar Go Ahead speelt natuurlijk altijd Eredivisie. In die jaren. Eigenlijk is toch Twente Go Ahead de wedstrijd? Maar voor het gevoel is dat helemaal omgedraaid. Ja, dat is omgedraaid. Omdat ze heel lang in die KKD spelen, zeg maar. En voel je al dat er een bepaald spanningsveld is. Dat je vaker tegen elkaar gaat spelen. Maar in het verleden, ja, natuurlijk was dat altijd Twente Go Ahead. Was de wedstrijd. Maar dat had in de Eredivisie natuurlijk dan hebben mee te maken. Hebben ze nog live gedaan in jouw periode? Zeker. Deden we alle wedstrijden gewoon live. Eerste divisie. Ja. Gewoon op de regionale zender. Maar weet je wat ik dan jammer vind? Als het vak leeg zou blijven in zo'n stadion. Kan dan het thuispubliek daar ook gebruik van maken in die wedstrijd specifiek? Ja, volgens mij wel. Nee, maar dat zou ik dan ook nog mooi vinden. Dan is het helemaal vol. Als Zwolle zeggen, we hoeven die kaarten niet. Ja, dan zou ik als Go Ahead zeggen, nou hier 400 extra in de verkoop voor eigen mensen. Voor die zijn in een. Ja, die zijn zo weg. Ja. We gaan naar PEC Zwolle. Ja, de promovendus doet het gewoon hartstikke goed. Hij wint bij Sparta met 2-0. Ja. En kan zich ook richten tot de play-offs. Ja. Ik zag die Nijkamp zitten, hè. Ik zat te kijken naar die wedstrijd voor die tijd. Had ik Namli maar niet verkocht. Oh, en die zat mee te zingen bij die Sparta-mars. En ik denk, nou, het gaat beginnen. Want ik vind Sparta altijd het leukste voor die wedstrijd. En daarna ga ik meestal zeppen. Is een fantastische goal trouwens van Lam. Ja, en even noemen. Even want die had een zware week, hè. Ja. Met zijn dochtertje. Had ik begrepen. En als je, dan valt alles in elkaar. Dan gun je het hem ook. En er waren natuurlijk een aantal uitblinkers. Want dat bleek wel. Van den Berg is er daar één van. En Namli is natuurlijk extra. En de hele ploeg steekt goed in elkaar. Dat Sparta gewoon die heeft laten lopen, joh. Ja, waarom weet ik ook niet. Maar, dat zijn dan van die dooddoeners, dat weet je achteraf. Ja. Dat weet je achteraf. Hij was vorig jaar toch ook goed? Stond altijd in de basis. Jawel, maar je brengt creativiteit. Kijk, je moet keuzes maken. Op dat moment maakt Sparta op basis van hun selectie een keuze. Dat vind ik altijd zo complex. Dat hoor je eerder bij Ajax ook wel in de jeugd. Dan hebben ze Elia laten gaan vroeger. Ja, maar er stond Babel. Nou, dan kiest er op dat moment iemand voor Babel in de selectie. Ja, dan gaat Elia weg. Ja, dat vind ik een andere vraag. En later komt hij terug bij Feyenoord. En dan zeggen ze, goh, hij is een blunder gemaakt. Dat vind ik hier eigenlijk ook. Van Namli heeft ook wel een hele slechte wedstrijd gespeeld dit jaar, hoor. Bij Sparta. Hij was gisteren was hij gewoon top. Maar misschien ook een beetje rancune. Misschien. Nou, het is wel een van de spelers met een meerwaarde. Vorig seizoen vond ik hem een van de beste spelers bij Sparta. Maar weet je wat het is met die Namli? Wij roemen het wel eens vaker. Hij heeft een beetje af en toe die momenten wat Ziyech ook heeft. Dan komt hij naar binnen met het linkerbeen en dan geeft hij in één keer zo'n bal ertussendoor. Hij kan weergaloos goed voetballen, dat weten we allemaal. Maar ja, je moet hem op de koop toenemen. Maar hij voelt zich wel prettig op dat middenveld. Met die Van den Berg. Maar blijkbaar ook bij PEC, want altijd als hij bij PEC komt, begint hij weer te draaien. Ja, hij is al een paar keer weg geweest. Hè? Ja, nee, dat is zo. En jij had nog een speler, want dat vind ik ook wel een buitenkantje van PEC. Ik vind wel leuk dat ze hem genomen hebben. Want de halve Eredivisie wilde die speler toen hij bij Eindhoven speelde. En gisteravond zei je... Ja, weet je, het is, je ziet aan dat is een echte voetballer. Hij moest invallen en dan is hij een beetje wild. En dan loopt hij gelijk tegen de kaart aan. Maar dan zie je sommige momenten, versnellingen. Dan zie je hem in één keer kijken. Maar hij doet probleemloos mee in de Eredivisie dan. En is hij nog niet eens basisspeler. Maar dan ga je nog een hoop plezier aan hebben. En hij is ook nog op amateurbasis, hè. Dus ook dat nog. Maar het is een speler die iets extra's heeft. Hij was bij mij helemaal weg van de radar een paar weken geleden. Want ik wist zo niet dat hij meetrainde bij Zwolle. En ineens was hij daar. Ja, leuk man. Een leuk voetballetje. En ik vind het ook leuk dat jij... Ja, maar daar zit ik naar te kijken. Die iets extra's brengen in een elftal. En dan zit je te kijken naar de combinaties. Daarom zeg ik Van den Berg en Namli. En dan komt hij er ook nog bij. Dan gaan ze toch lekker voetballen op dat middenveld. En ja, Zwolle...
Kijk eens hoeveel punten ze hebben. Kijk, en sport is dus toch rechtvaardig. Want in de thuisstrijd heeft Sparta geloof ik twee keer op doel geschoten. En het was 1-2, dacht ik. Ja, dat was en nu nog. Schoot PEC Zwolle bij wijze van spreken twee keer op doel en is 0-2. Beide wedstrijden waren eigenlijk andersom. Ja. Thuis had PEC verdiend te winnen. En uit had Sparta verdiend te winnen. Dus ook wel weer grappig dat het dan toch onderaan de streep weer recht staat. Aan het einde van het seizoen krijg je toch de punten die waar je recht op vaak hebt. Vaak zeggen ze altijd. Ja. Ja, dat zeggen ze maar altijd. Tijmen is niet meer, daar niet mee eens met die uitspraak, hoor. Ja, maar Tijmen is het nergens mee eens. Je merkt ook dat de sfeer veel gezelliger is. Oh. Ja, hij is nog plantjes aan het zoeken. Oh, hij, is nog bezig. Hij is nog steeds bezig. Ja, ik hoop dat hij wat vindt. Ja. Maar als, ik kom van de Veluwe, hè. Dus als hij nou een keer gewoon echt wil weten hoe dat in elkaar zit in die bos en op die hei, dan kan hij zo een keer een dagje met me mee. Maar dit staat hem veel beter dan dat hij daar in de stoel zit. Het is ook wel een beetje een geitenwolle sok, hè? Ja, ja, ja. Maar hij kan ook kabouterplop spelen. Oh. Daar is heel goed in. Ja. Kabouterplop. Hij is van alle markten thuis, hè? Nee, heel leuk. Heidemannetje. Ja. Heerlijk. Maar goed, die wordt vanavond gillend wakker als hij dit terug ziet. Ja, Jan, even naar PEC Zwolle nog. PEC Zwolle. Speelt dan kijk, komende foto, zondag. Kijk deze foto, jongens. Er staat er één niet op, hè. Want er werd genomen terwijl Bram interview stond te geven bij ESPN. Ja. En die keek om en zegt van, nou laat maar. Maar toen zei Marciano Vink, je moet erbij op. Het is je laatste wedstrijd op het kasteel. En toen betrapte ik Bram erop dat hij toch niet zo stellig was. Twijfelen. Kijk maar eens terug. Ja, maar je kan zou daar nog wat spelen, dat hij nog een jaar door zou gaan. Maar je kan de play-offs halen dan tegen Sparta natuurlijk moeten. Ja, die Bram. Het viel mij op, Marciano Vink zei, je moet erbij op, is je laatste wedstrijd op het kasteel. En er kwam geen antwoord. Hey, maar even toch dus even over die Bram. Hij kopt die bal zomaar even onder de lat weg, op de doellijn. Ja. Kijk, en dat bedoel ik, dan geniet zo'n jongen met die reputatie. Dat vind ik dan mooi, hoor. Dat soort momenten als voetballer. Daar kan je van genieten. Hij staat er toch maar. Die jongen die heeft zoveel karakter. Ja, heerlijk. Maar even naar je... Ja. Pek, als jij Johnny Jans bent, wat is de sleutel voor een resultaat bij Go Ahead? Hoe moet Zwolle dat aanpakken in de uitwedstrijd? Nou, Zwolle die moet gewoon spelen zoals ze altijd spelen. Die spelen in de omschakeling. Die zetten niet zo gek hoog druk, vind ik, in zijn algemeenheid. Die hebben ook de spelers met die Tida een beetje voor. En die Reinders op links. Ze hebben de snelheid daarvoor. Waarom moeten die veel aanpassen? Die gaan echt niet anders spelen als gisteren. Moet wel zeggen, de eerste helft, ze komen wel goed weg, hè? Ja, ja. Keeper was... Kiepertje was top. Jij zei die bal onder de lat. Oh, wacht even. Dus als Sparta, balletje op de paal. Dus dat zit dan ook allemaal wel mee. Maar het gaat er mij om, als PEC Zwolle, die moeten gewoon met die bepalende spelers, als die in vorm zijn, kunnen ze het verschil maken. Maar die moeten niks aanpassen. Die gaan ook heus die frankenvrije aanvallen in Deventer. Die zullen het waarschijnlijk in de omschakeling weer doen. Wat is volgens jou het geheim van dit Zwolle? Jan roept natuurlijk het middenveld altijd. Kijk, nou, en niemand dat echt vertrouwen het zit op het moment niet tegen, seizoen, want ik heb ook de wedstrijd tegen Heerenveen helemaal gezien. Oh. Die krijg je normaal met 8-2 op je broek, hun spelen gelijk. En dan eigenlijk nog 1 minuut voor tijd sta je nog voor, geloof ik. Winnen ze ook bijna nog. Maar, dus het zit allemaal niet tegen op het moment, want ze geven eigenlijk best veel weg nog. Maar wat gewoon leuk is van Zwolle, ze blijven altijd het voetbal zoeken. Dus het aan de bal is het altijd verzorgd en er zit altijd een idee achter. Altijd positiespel, korte combinaties als het kan. Terwijl als je nou bijvoorbeeld Vitesse ziet, ja dan... Dan zie je dat minder. Dat gevoel heb je niet. Dat die lekker. Je hebt nooit het gevoel dat die lekker in een wedstrijd voetballen. En dat vind ik bij Zwolle wel. Ook al geven ze veel weg. Ze proberen altijd van achteruit op te bouwen. Ze gaan altijd weer in positiespel zoeken. Dat gaat ook wel eens heel stom en heel slecht. Omdat ze dan te veel risico nemen. Maar ik vind dat echt wel een grote kwaliteit. Dat ze het altijd in het voetbal zoeken. En daar hebben ze uiteindelijk voorin zeker. Ook de spelers voor tussen de linies. En als ze zaterdag of zondag is het denk ik. Als ze zondag niet in de duels komen. Maar tussen de linies. Ja, dan gaan ze ook in Deventer een grote kans maken. Ja, met Namdi, die kan heel goed tussen de linie spelen. Kijk, hier is Tijmen ook goed in. Ik was al bang. Dit blijven we achtervolgen, dit. Ja. Ja, toch leuke beelden. Misschien van. Moet ik Tijmen een keer inhuren bij zijn meervolgens, want hij heeft zo'n rooi pak al aan. Ja, komt hij een keer in de kantine. Ja, dus afgelopen zaterdag hadden we ook een zanger. Ja. Dus de kantine van Twente Goor dit. Oh. Ja. Je ziet het balen. Is de koudertjes zo naar beneden. Zo van, is dit carnaval? Niet. Ik voel me niet zo lekker. Is dit carnaval of is dit? Ja, de jaarlijkse playback show. Playback show. Ja. Ja, dat hij zich daarvoor. Hij is wel gauw weg van het podium, hè? Hij is rap weg. Dit staat hem beter deze overal. We gaan even naar Heracles Almelo. Zou er nog een ontslagronde volgen? Nee. Ja, misschien wel. Dan zit ik er maar bij. Nee, joh. Die komt terug, die ziet dit en die bolsjoert zijn hele afdeling eruit. Ja, die had gewoon hier moeten zitten. Ja, natuurlijk. Ja. We gaan even naar Heracles Almelo. Het begon NEC. Zo mooi. Het begon zo mooi met weer. Hij loopt 3-3. Nou, lichtpuntje. Hoornkamp
Dat zei, die, Jack, hè? Zei het al, hè? Ja, dat gaat die weer een stuk plezier aan beleven. En die is voor het doel te vinden en het moment van inkomen. En gaan Brouwer bij die eerste paal, hè, Jan? Ja, goed, man. Maar die Brouwer en hij, die waren toch lichtpuntjes. De rest, die doet mee en dan zit je daarna te kijken en dan denk je, ze komen heel gelukkig al voor. Het was mooi geweest als die tweede er gelijk achteraan had ingevlogen. Hadden ze 2-0 voorkomen, die was buitenspel. Ja. Nou, dat zijn van die momenten dat het even mee moet zitten. Maar voetballend, in kansen weggeven. Nou jongens, hoeveel keer hadden ze geschoten? 26 schoten, 12 op doel. Ja. NEC. Maar die waren 3 klassen beter, ja, in voetbal. Ja. En dan speel je met heel veel verdedigers, Jan. En geef je nog zoveel weg. Ja, maar het gaat om het team. Het team moet verdedigen. En niet alleen de achterhoede, het middenveld, de voorhoede. Waar ik vond gaan we NEC druk zetten? In Almelo ook al veel beter. En toen hadden ze ook al een hele andere wedstrijd gezien vanuit de kant. Toen zei ze ook van, we waren beter de tweede helft. Nou, ik zag het niet. Nee. Als Sontje Hansen toen de tijd die 0-2 er gewoon in deed, pakte Brouwer ook al een paar beste ballen. Maar overal is het gewoon, Heracles stond eigenlijk hartstikke goed. En zo, van het een op het andere moment, lijkt het wel of die ploeg helemaal geen punten meer kan halen. Nee, de vorm ook van spelers. Ja. De communicatie naar elkaar toe. Kijk, NEC is gewoon een goede doen. En wat ik leuk vond, die Thierry. Jaron ken ik natuurlijk al heel lang. Ja, als je, die de glimlach. Ja. De manier van spelen. Maar NEC speelde gewoon lekker over het middenveld. Maar daar, iedereen die daar speelt, die heeft een moeilijke avond. Dus dat kan een keer gebeuren. Maar daarom. Als je nu zegt, zie je aanknopingspunten voor komend weekend. Dat is lastig. Tegen Vitesse, die mogen ze sowieso moet niet winnen. Die moeten ze eigenlijk winnen. Ja, dat snap als je ik, op plek 16 maar wil zie je komen. Aanknopingspunt dat je nou zaterdagavond, wij hebben zaterdag met IJsselmiddels verloren. Nou, ik ben echt wel geschrokken van ons niveau afgelopen zaterdag. Week ervoor was het fantastisch. Ja. En nu was het slecht. Maar dan zit je als trainer wel in de zak. Tuurlijk. Van, hoe moet ik dat weer recht trekken? Nou, ik denk dat deze man, nou, die is net begonnen, het die zit nu al in zak en aas. Maar ja, als ik RKC afpel tegenover Heracles en die staan er zit allebei, zit wel meer voetbal in. Ja, er zit veel, ja, meer, veel meer. Ja, nee, maar bij Heracles zal het nu, maar datzelfde RKC, daar zaten ze volgens mij half oktober ook om een nieuwe trainer te schreeuwen. Hè. Dus het kan ook zo weer draaien. Een wedstrijd thuis winnen zaterdag of zondag dat van Vitesse en je bent er weer. Ja. Maar als je nou afgelopen zaterdag kijkt, nee, ik denk dat ze het met name in die thuiswedstrijd op dat kunstgras, ze zullen het waarschijnlijk in de strijd moeten gaan brengen. De strijd en het enthousiasme van het publiek. Ja, maar dat heb ik dus, dat heb ik zaterdag dus niet gezien. Nee. Maar heb jij een speler van NEC over door de lucht zien vliegen? Nee. Ze hadden ook een beetje pech met die VAR, want dat is allemaal lichtwerk en wel net niet, wel. Ja. Maar echte strijd, dat nee, je te er lopen ook weinig kaarten op. Echte kaarten, nou, in de duelkracht. Roestic moet daar straks maar voor gaan zorgen dan, op het middenveld. Ja, maar als je het compact neerzet, ja, nou, blijkbaar met 5 achterop, dan een paar middenvelders ervoor. Dan moet je toch in ieder geval het dicht kunnen houden. En dan geef je 12 schoten op doel weg. Dat is veel, hè? Ja, maar goed, Heracles kan beter gaan aanvallen. Nou, ze hebben de meeste tegendoelen, ik geloof 45, hè? Ja. Nee, maar dat is verreweg het meeste in de Eredivisie. Ik geloof wel trouwens dat compact spelen, daar geloof ik wel in. En in de omschakeling. Maar soms kunnen ze beter gaan aanvallen, want de goals krijgen ze toch tegen. Nou ja, met spelervatting over het algemeen. Ik ben blij dat die keeper wat tegenhoudt. Maar gewoon nu Sonnenberg ook weer. Het zijn ook persoonlijke fouten elke keer weer. Ja, het was wel pech. Ja, maar je duurt er weer moet die vader naar kijken en je moet nog een keer kijken. En vertraagt en vertraagt. Ja, maar goed. Als je een minuut moet kijken naar een overtreding, is geen overtreding. We gaan even naar Van der Looy, want die vond NEC geweldig. Ik denk dat NEC een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. En die hebben een goed team met een goede opvatting en met heel veel intensiteit en energie. Dus dat is hartstikke lastig om daar tegen te spelen. Maar ja, ik ben natuurlijk trainer van Heracles, dus ik kijk ook naar mijn eigen team. En natuurlijk zijn er dan dingen die je kan verwijten. Als je ziet hoe de goals tot stand komen, er zijn toch altijd weer momenten waarvan je denkt van ja, dat kun je ook anders oplossen. Of dat moet je ook anders oplossen, zo werkt het natuurlijk. Wat jullie 26 doelpogingen tegenkregen, waarvan 12 op doel, dat zijn er ook wel heel veel, hè? Ja, dat is veel te veel. Dat is duidelijk. Dus het is verder helemaal niks op die nederlaag af te dingen. Welke positieve punten kun je meenemen als die er zijn? Ja, wel, die zijn er wel. Want volgens mij hebben we een goal gemaakt. Hebben we daarna nog een goal gemaakt die net afgekeurd werd. En dat zag je ook tegen Ajax. We hebben wel onze momenten en dan zijn we ook wel gevaarlijk. En dan kunnen we ook wel goals maken. Alleen als je aan de andere kant soms zo ver wegzakt als team en zo ver teruggaat, dan wordt het wel lastig. Ja, Jan, we kunnen wel goals maken, dan zou ik zeggen van wat meer aanvallen. Ja. Ja, nee, maar kijk, al snap ik het wel, hè, dat hij. Tuurlijk, hij moet het dicht houden. Ja, punten sprokkelen, dat is zijn opdracht. Erin blijven en problemen voorkomen. Maar onderin, ja, je moet toch een keer wedstrijden gaan winnen. Deze wedstrijd, hun beseffen dat ook wel. Vitesse is cruciaal nu, gezien hun programma met PSV en Utrecht erachteraan. Deze punten moet je in huis halen. Nou, het publiek zal het aanvoelen. Ik denk dat ze er nu volop vliegen.
Ja, dat moet. Nee, ze hebben geen keus. Nee. Maar hebben jullie wel nog vertrouwen? Ja, ik denk dat ze wel wegblijven bij de onderste twee. Maar die PD-plek, ik denk dat ja, ze daar... Ja, maar dat maar dat. Je, als jij nou per ongeluk van Vitesse verliest. En, ja. En ik zeg wat, Volendam thuis op de dijk, die pakken een keer 3 punten. Maar dan is het gat ineens heel klein, hoor. En dan wordt de druk alleen maar groter. Dus ja, het is echt een do or die. Ja, deze wedstrijd is cruciaal voor hun, ja, op dit moment. Denk ik ook. Gezien hun programma ook. En ook, ook voor de sfeer eromheen. Sfeertje, ja, tuurlijk. Het mensen publiek. Positief houden. Ja. Ja. Dus het wordt een spannend potje. Maar voor uiteindelijk... Voordat ik hier zat, zei ik... Goh, dat wordt een seizoen zonder problemen voor alle vier de clubs. Ja. En hebben ze daarna ook nog één keer gewonnen? Ja. Almere? Ja, ze hebben er nog eentje gewoon onder Van de Looy, de eerste. Eerste wedstrijd. Die heeft ze gewonnen. Ja. Die hebben ze gewonnen. Ja, nee, dat kan. Ja, maar om aan te geven hoe snel dus dingen kunnen keren. De thuiswedstrijd maar toch. Nee, maar weet je, ja, maar als je naar het programma kijkt en je kijkt waar hun nu staan met de vorm die ze laten zien. Daar hebben wij dan als trainers, kijken we daarnaar, denk van nou, het kan wel eens lastig worden. Want er zit er nog een keer een thuiswedstrijd, maar dan de eerste 5 wedstrijden. PSV is thuis en Utrecht uit? Beide uit. PSV uit, Utrecht uit, achter elkaar. Ja, dan kunnen we beter even 3 punten toevoegen. Ze hebben trouwens RKC, die wij voetballend beter vinden. Was trouwens ook in die wedstrijd zo. Die hebben ze ook gewonnen. RKC uit. Ja. Dus tegen de directe tegenstanders winnen ze vaak wel. Dus, nou, dat is, daar houden we ons daarom vast voor het weekend. Ja, goed, je hoeft ook niet te wanhopen. Want uiteindelijk heb je meer punten dan die andere ploegen. Dus dat zegt ook wat. Maar ja, het is een harde constatering. Maar het is echt... je moet nu gewoon presteren. Want voor je het weet, dan is het te laat. Want je draait op een gegeven moment draait niet meer om. Even naar de lichtpuntjes. Bultman, vind jij dat een lichtpuntje bij Heracles? Ja, maar als je... In zijn ontwikkeling. Ja, maar goed, je staat onderin. En spanningsveld. En het is een jonge speler. Die heeft normaal iemand nodig naast hem. Die hem aan de hand meeneemt. Ja. En nu moet hij het al, omdat ze weinig verdedigers hebben, moet hij het vaak zelf al bedenken. Nou, dat gaat met vallen en opstaan. Maar er is geen keuze, want ze hebben er maar 3. Nou, en dan moet je niet aan die jonge spelers ophangen, vind ik. Nou, die mag je er sowieso niet verantwoordelijk voor stellen. Nee. En, nou. Maar vind je wel een lichtpuntje? Wel een talentvolle jongen? Ja, het is een talentvolle jongen, maar hij zou wat lekkerder spelen als je in de middenmoot wat onbevangen speelt. Maar onderin het wegschieten van de ballen, het duelleren. Nou, maar hij is van goede wil, hij heeft een goede kop erop staan. Dus het is een prima speler. Alleen, het zou wel fijn zijn als er één naast hem zou staan, niet Zonneberg. Want die heeft al moeite om zelf mee te doen. Nou, dat heb je allemaal nodig als jongeling. We gaan even naar Stijn Bultman, want Heracles stond wel voor berust, 1-0. Maar toen merkte hij eigenlijk al dat Heracles in de eerste helft het ook al ontzettend lastig had met NEC. Nou ja, we zaten met het gevoel in de kleedkamer van dat het niet goed was. Dus we leverden elke bal in, we bleven alleen maar achter de bal aanlopen. En daar kreeg je er nooit grip op. We kwamen wel 1-0, op 1-0 voorsprong met een goede aanval. 2-0 was ook een goede aanval, alleen helaas buitenspel. Maar ja, in de eerste helft mogen we dan nog blij zijn dat het 1-0 blijft. Maar dan zaten we in de rust wel van tweede helft moet het echt beter. Is dat gelukt? Nou ja, zoals je zag, we kwamen de tweede helft buiten en NEC drong even aan. En we wisten niet meer, Dus nee, het is niet gelukt hoe we het wouden in ieder geval. Ja, die Sherry had jij het over, dat hebben ze bij NEC wel goed gezien, hè? Ja, Fred Rutte is niet voor niks adviseur. Nee, maar kijk, Matson, nu na deze wedstrijd hoor je niemand meer over Matson. Dat is logisch, want die Sherry die heeft ook die creatieve kwaliteiten. Die brengt nog het plezier, maar de combinatie, routine. Hij was ook ook bij Go Ahead al toen hij inviel, scoorde hij al gelijk. Ja. Er komt natuurlijk wel een mannetje binnen, hè? Ja. En dat zie je gelijk, goeie dat speler, verschil. Hoor. Ja, goeie prima spelen, joh. Heerlijk om naar te kijken. Zullen we even naar het amateurvoetbal gaan? Ja, tuurlijk. Te beginnen bij HAC. Dat liet punten liggen tegen Lisse. Dit is wel een mooie goal trouwens van Noah ten Brink. Alleen, ja, die keeper, jongen. Eerste goal voor Noah ten Brink. HAC, ja, middelmatig seizoen, hè? Ja. Ja. Weet je wat het is? We spraken elkaar daar straks even. Je vervangt Kobus en Manners niet in één seizoen. Dus het is een soort transitiejaar. Nou, er zitten die onderste 5 ploegen die staan echt wat lager. Daar pak je veel punten van. Dat hebben ze aan het begin van het seizoen gedaan. Dat doen ze nu weer. Dus je speelt gewoon een seizoen in de middenmoot. En als alles zomaar in mee zit, dan kruip je naar boven plek 4, 5, 6. Zit het een beetje tegen 7, 8, 9. En het is zaak om zo snel mogelijk een nieuwe ploeg te bouwen. Kijk, ze hebben door de jaren heen weinig mutaties gehad. Ja, er komt een moment, dan gaan ze stoppen of dan gaan ze weg. En dan moet je vervangen. En nou, achterin en in de goal is dat gelukt.
Maar op het middenveld en met name voorin is het wat moeizamer dit jaar. Sopakua hebben ze al opgehaald van ACV. Naar goeie trouwens. Ja, bij de opleiding van Groningen, toch? Ja. De rechtsback. ACV is sowieso een mooi team. Ja, en ze hebben Jip Kemna. Die komt ook over naar HSC. Ja. Dus wat dat betreft even geduld weer mee hebben. Een tussenjaar. Joh. Nee, maar wij hebben ze gezien. Dat is ook een beetje de lat leggen ze daar neer bij die beker. Het was allemaal... Ja, dat staat ook allemaal mee. Ja, dat zat mee. Hosanna, Heracles en tegen AZ. Kost een bak punten, Jan, hoor. Dat, tuurlijk. Dat kan ook niet anders. Bij ons Heracles in de competitie. Ja. Die twee schitterende bekeravonden en staan in het rechter rijtje derde divisie. Ja. Dus ze winnen wel van Ajax. Ja, maar ja, iedereen praat ze natuurlijk ook... Ja, het wordt op een gegeven moment... Opgehemeld. Ja, en die aandacht, dat die entourage kost je ook. Gewoon punten. Tuurlijk, joh. We gaan naar de vierde divisie. De koploper daar, Excelsior 31, won van Kwik. Had het wel lastig met Kwik. Maar ja, de concurrentie laat ook punten liggen, VVOG. En dit is Tante Haar. Even nog bij Almere City gespeeld. Maar deze dus... blijven toch gewoon bovenin meedraaien. Ja, hoe is met Hemmink? Hemmink maakt veel doelpunten. Hij maakte vorige week een fantastische goal. Ja, die kan zo geweldig voetballen. De topscorer had het wel. Het eerste jaar had hij het lastig, heer Reijsen. Ja, onder Wouda. Kan, maar ik denk dat dat meer een mindset maar wat is zijn, geweest. Wat is zijn beste positie dan? Achter de spitsen? Ja, weet je, als je dan moet je echt twee controleurs onder hem zetten op 10. Ja. Ik liet hem ook wel vaak gewoon links buiten spelen, maar dan net als Flap. Ja. Gewoon lekker naar binnen komen en dan gaat hij met rechts schieten. Maar jij kent hij is een geniale trap. Ja, ja. Jij kent Derrian Reinders ook, hè? Derrian, ja. Ja, Derrian. Die kan toch gewoon op 6 spelen in Reijsen? Dat kan, maar die kan ook aan de rechterkant buiten. Ja. Die kan ook op 10 trouwens. Als die, ja. Maar hij kan ook als in de rug van Hemming goed spelen, toch? Daar heb ik hem onder Wouda heel veel goede wedstrijden zien spelen. Derrian, die kwam bij HSV. Wij zetten hem vaak aan de zijkant. Maar ja, ik had natuurlijk in de as aan Makoba en Kobus. Ja, dat was een tandem, dat was niet stuk te krijgen. Nee, maar vierde divisie en hij is een paar jaar ouder. Nou ja, goed. Het is een hele rustige jongen, Derrian. Maar dat zou bij Excelsior normaal gesproken een vaste waarde kunnen zijn, lijkt mij. Ja, moeten. Ja, nou ja, ik heb hem een poosje niet zien spelen, maar... Ja. Jij kunt het beoordelen. Het is jouw club. Ja, mijn club, ja. Ja, tuurlijk. Dit is wel de verrassing, hè. Roda Raalte. Dat is lekker. Is lekker, ja. 1-0, Kevin Peppels. Heb jij nog een keer voor op de tribune gezeten, maar niet heus, weet je vooruit dat je dacht... Ja, voor Deto. Ja, voor Deto, ja. Ja, toen gingen we kijken van, is dat wat? Hij is de snelheid. Ja, hij is de snelheid. Ja. Dat Roda Raalte speelde ook een systeem. Ik heb ze laten zien spelen. Ja, Knippenborg, hele goede trainer. Maar ik snap het systeem 3-2 snap ik niet zo goed, als je vleugelspelers hebt. Ja, nou, dat moet je aan hem vragen. Ja, dat ga ik nog een keer vragen. Ik heb de tijd niet gezien, maar hij gaat nou naar Longa 30, hè? Ja. Maar wel mooi dat die trainer Wouter de Vol, die gaat overigens naar voorwaarts Twello, dat hij wint van zijn oude club. En in de slotfase en een belangrijke driepunter. Dus, en de kantinebaas was tevreden. Nee, maar we moeten ook aandacht besteden aan het amateurvoetbal. Dat moet ook blijven. Dat is hartstikke leuk. Dat doen we ook in in de voetbalpodcast Amateurpotje. Zaterdag ga je nog een kraker, hè? Dan heb je Gene Muiden uit naar Harkemaanse Bosch. Ja. Gaat voorbij de ploeg om plek 1. In de derde divisie. Ja. Dus wat dat betreft. Maar we hebben een Amateurpotje natuurlijk, de voetbalpodcast, vanaf dinsdag weer te volgen via Spotify. En Paul Krabbe heeft een uitvoerig verslag gedaan van de wedstrijd Roda Raalte tegen Heino, want hij is daar zaterdagavond geweest. Gert-Jan, dankjewel. Wat mij betreft mag je vrijdag weer komen. Ja. Laten we Tijmen lekker plantjes zoeken ergens boven in de kop van onze mooie provincie. Ik zal de directeur... Zou je weten dat het op dit moment dat er veel wolven rondlopen? Nou. Ja. Hij is een wolf in schaapskleren zo. Ja, maar ik zal de directeur van Landschap Overijssel vragen of hij nog een baantje voor Tijmen heeft, Michael Seibom. En Jan, dank je wel, hè. Graag gedaan, Bert. Tuurlijk. Ja. Nee, we gaan weer richting het weekend zo meteen, hè. Vrijdag zijn we er weer. Ja. Met Tijmen van Wissing wel, denk ik. Hè? Ja, dat neem ik toch aan. Is hij terug? Ja, nou. Bedankt voor het kijken. Fijne maandag. En tot een andere keer.